Wow. Hey. Kom je overal tegen. Hallo, dat is een kleine cupcake. Filmpje. Handig als op cameraatje. Ja. Internationaal ga je de wereld over. Nou, geweldig. Beste volgers en kijkers van mijn kanaal, we zijn nu in Oud-Beiland en vandaag gaan we naar de Roperun op de film zetten. Want daar zijn we op uitgenodigd. En we gaan natuurlijk even over de kerstmarkt heen wandelen. Want die is er ook. En vanavond met prachtige lampjes, dus we proberen ons een beetje te vermaken de komende uren. We moeten nog wat VVV-bonnen uitreiken van de mensen die gewonnen hebben met de 2,5k. Dus misschien dat we daar nog even langs lopen. Dus, maar die krijgen sowieso vandaag de prijs binnen in de brievenbus. Maar we gaan even een rondje maken over de markt. We gaan het even zien. U kijkt lekker mee. De jachthaven van Oud-Beiland. Daffy doet wel mijn fietsen. Wij zijn zo hartstikke leuk en we maken de lekkerste dingen. Kijk. Dat zij. En hoe heet jullie? Ik ben Britt. En ik ben Mirjam. Oké, leuk. Ja. Nou, ik ga het even filmen wat je wil doen. Zelf gemaakt, toch? Ja, zou ik een lampje aan. Zit je nou te
Boekje. Jij die geschreven? Ik zet jullie er niet op. Er komt nog een kerstmuziekje onder. Dus. En dan zie je achter de... Ik zoek naar een naam. Wat is dat? Ja, ik ben benieuwd hoor, ik volg jou ook op Facebook, dus... Dat is alleen maar leuk. Precies, en als hij niet... Meestal gaan ze in juli 2 weken, dus ik heb nog 2 weken. Het is hier heel leuk. We gaan lekker rondlopen, want we blijven natuurlijk wel even tot de lampjes komen toe. Dus we moeten nog even een paar rondjes lopen om zover te komen. We gaan nu even aan de haven kijken. Altijd leuk, gezellig hier. En ja, een aantal jaren geleden ben ik hier ook geweest natuurlijk. En toen was Kees er van de volgende bestemming. We hebben een leuk praatje gemaakt. Nou, Kees is intussen uitgegroeid aan de ster. En die heeft heel veel volgers. Dus ja, dat is mijn droom. Maar, ik denk dat het bij dromen blijft, maar goed, kom goed. Maar we doen het niet voor, we doen het voor het leuk, omdat we het leuk vinden. En, ja, we gaan even een rondje maken langs de haven. Leuk! In nou, Bijland. Nou, leuk huisje te koop. Zo tussenin. De Bootstraat.
Nou, dit is allemaal nieuw. Kijk. Daar gaat nog de bruine vloot voorbij. Altijd weer leuk om even een fan te spreken. Dus ja, leuk. Volg me al heel lang. Dus ook op mijn 1-2 site natuurlijk. 1-2 HW. De 1-2 site van de Hoeksewaard. Waar ik altijd ambulancemeldingen en brandweer en politiemeldingen opzet. Ja, heel veel kijkers op Instagram, 11.000. En we gaan nu verder met de groepen. Dus ja, hartstikke leuk. En nu zijn we even een rondje aan het lopen. We maken nu een mooi filmpje van de kerstmarkt in Oud-Beiland. Nou, als ik het ooit nog eens een keertje goed doe met vloggen, dan kan ik misschien ooit nog zo'n scheepje kopen. Maar ik ben bang dat het bij een roeiboot blijft. Kijk, daar is zo'n oude zalm, schouw. Oud-Beiland 34. Dat is ook een leuk scheepje ernaast, de Onrust. Hier staat de Gouden Ruiter. Geweldig. Leg een groen scheep. Dat vind ik ook wel een leuk bootje. Scheepke. Mooie vorm. Of de variant. Of Toka Noya. Daar hebben we nog een tukkerflat. Ja, dat kan. Ja,
Nou, we zijn nu in de kerk van de Nederlandse Vrome Kerk in Oud-Beiland. Hier liggen de overblijfselen van Sabina van Egmond, prinses van Graveren, gravin van Egmond, vrouw van het Beiland. Ja, leeft van 1562 tot 1614. Die liggen hier begraven, in een kistje. Nou, interessant. Dat zijn de oude collectebussen en de doodboeken werden hier in bewaard. Een heel oude sloten. Prachtig. Met lampjes. Je bent er weer! Ja.
ben hier weg geweest. Ja, ik denk dat het een beetje filmen. Ik denk dat het nu het leukste is. Ik kan gewoon praten. Ja, dat is ook gezellig, hè. Er lopen zoveel mensen op. Beste volgers, dat was nou weer de kerstmat. We gaan weer naar huis. We hebben het weer gezien. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Wil je er meer zien? Abonneer dan op mijn kanaal. Het is allemaal gratis. En tot de volgende vlog.